Ontwikkelaar Bart van Zijderveld is al jaren betrokken bij de kerkgemeente. Het vrijkomen van de kerk ziet hij als een uitgelezen kans om weer wat leven in de brouwerij van Heenweg te brengen. 6 appartementen komen in de kerk zelf, 2 in het bijgebouw. De kerkgenootschap was van mening dat het gebouw ook in stand moest blijven. Dus we mogen het niet afbreken. Wij willen graag, ook zelf hadden we ook het idee om het pand gewoon zo te laten zoals het is. De huidige glas-in-loodramen zijn niet genoeg om alle kamers voldoende te verlichten. Die gaan er dus uit. Dakkapellen zijn nodig voor een tweede verdieping in het kerkgebouw. Wij moeten de ramen eigenlijk gaan we inzagen naar beneden toe. En zal er dus een nieuw kozijn voor in de plaats gaan komen. Ook is het zo dat de woningen op de begane grond tuintjes krijgen. Dus dan kunnen ze ook vanuit hun woning gewoon met een tuindeur hun tuin betreden. Hele mooie kastanjebomen. Die zijn gepoot ook nadat de kerk klaar was in 1953. Dus die zijn net zo oud als de kerk. En wij hebben ook geen reden om ze te gaan kappen. Dus de bomen blijven gewoon intact. Voor de kerk komen nieuwe parkeerplaatsen waar je haaks de auto neer moet zetten. Maar we hebben ook nog 100 vierkante meter maatschappelijke ruimte in het plan zitten. En daar zijn we mee bezig om met Fun & Fit, die hier heel veel goed doen in Heenweg, om met hun een huurovereenkomst te gaan afsluiten. Het is niet zo dat zij gaan verhuizen, maar het is een uitbreiding van. Als het een beetje mee zit, hopen wij begin tweede kwartaal 2021 zitten we nu, te starten met de bouw. En dan denk ik dat we een klein jaar nodig hebben om de woningen gereed te hebben. Dus dan praten we over ondertussen alweer 2022.